ben Marga, ik werk nu 17 jaar op de taxi. Mensen die wij vervoeren, dat zijn mensen die een WMO-indicatie hebben of een WVG-indicatie. Dan kun je denken aan mensen die in een rolstoel zitten, ouderen die zonder kinderen zitten of die onze hulp nodig hebben bij in- en uitstappen. Er zijn ook mensen die ergens naartoe moeten, een dagverzorging of een dagopvang of naar werk. Dat geeft me aan hoe belangrijk we eigenlijk zijn in dit onderdeeltje van hun leven. In die 17 jaar is er zoveel veranderd. Want elke toeslag, elk extraatje wat je maar had, is allemaal weg. We hadden vroeger bijvoorbeeld een stukje reiskostenvergoeding. Toeslagen voor laadwerken, voor avonddiensten, voor nachtdiensten. Het wordt zo afgekalfd dat op een gegeven moment je eigenlijk niet meer rond kan komen. En op dat punt ben ik nu beland. Ik kan niet meer rondkomen, ondanks dat ik werk. En dat is eigenlijk best wel een super slechte zaak. En niet alleen voor mij, maar voor duizenden Nederlanders die ook in hetzelfde pakket zitten. Het gaat niet over luxe, het gaat over dat je gewoon geen boodschappen meer kan doen. Dat je moet gaan sparen om naar de kapper te gaan. Ja, bizar dat dit in Nederland kan. Ik ben gewoon een arme, werkende Nederlander. Voor mijn gevoel is er geen eind. Er is helemaal geen zicht op beter. En dat is eigenlijk het ergste wat er is. Ik hoop dat de boodschap van mensen die het heel moeilijk hebben, ondanks dat ze een baan hebben, dat het als een olievlek over Nederland verspreidt. Dat mensen wakker worden en op gaan staan en zeggen van dit kan zo niet langer. Er moet iets gebeuren in deze hele grote groep die heel belangrijk is voor Nederland.